Ja, Mike, hoe kijk jij terug op deze zomeravondvoetbalwedstrijd? Nou, lekker weer. Ik denk dat ik een beetje bruin ben geworden dus, en een punt, dus ideaal. In het begin komen jullie snel bij de 1-0 achter. Werd er heel veel geprotesteerd aan jullie kant. Vertel eens, bij die goal van Utrecht. Ja, aan de zijlijn, en Ayoub die wil een blok zetten, ja, dan loopt hij tegen me aan. Ja, dan kan ik niet aan de kant. En ja, dan gebruik je iets je handen, nou, dan fluit hij. Prima als je fluit, maar dan moet je daarna ook fluiten die overtreding van Dumitschop Bakuna, waar die voorzet uitkomt. En, ja, dat doet hij dan niet en dat vind ik jammer, maar los van het feit dat moeten we wel beter verdedigen daar. En, wat was lastig in de zon, de eerste helft. Ik kon wel zonnebril op, maar hadden we even wat moeite mee in het begin. Ik denk dat we daarna uitstekend gedaan hebben en we gewoon een prima wedstrijd hebben gespeeld. In de eerste helft hadden jullie gewoon de hele wedstrijd, de hele eerste helft hadden jullie gewoon de overhand. Alleen, zij hadden wel de beste kansen, jullie kwamen niet aan kansen toe. Nee, dat klopt. De eerste helft, kijk, in de rust werd ook gezegd, we voetballen echt prima. Maar ik geef wel die kansjes weg en dan is dat voor de verdediging is dat toch wat minder. Dan denk je, verrek, hoe kan dat? En de tweede helft heeft volgens mij geen kans weggegeven. En ik denk dat we driekwart van de wedstrijd aan de bal gedomineerd hebben. En goed verdedigd hebben op die kansen na. En was Sergio ons één keer goed red. Ja, dus daar kunnen we trots op zijn. En ik denk dat dat alleen maar positief is. In de 25e minuut volgens mij ongeveer, toen ging Bakuna even liggen. Die kwam de verzorger eraan en toen gingen jullie heel snel aan de kant. En zag ik allemaal bij je tactische bespreken. Was dat een tactiekplannetje of zo? Of vertel eens. We moeten nog 2 wedstrijden, hè? Nee, dus nee. Ja, ik heb Bakuna, die jongen kreeg geel. Dus ik zeg tegen Baku, blijf maar even liggen. Normaal lig je ook lang genoeg in bed. Dus ik wacht maar even, daar kan trainer even wat uitleggen. Dus nee, dat was inderdaad wel even een kans om wat bij te spijkeren. En dat was ook gelukt, vond ik. Goed gelukt. Ja, dankjewel. Nee, ik denk dat ik denk dat daarna inderdaad Bakuna ging iets dieper spelen. En ja, denk dat wel de sleutel was tot succes. Ja, want Bakuna die was ook wel een beetje irritant bezig en zo in het veld. Maar irritant goed voor FC Groningen eigenlijk. Dan is hij altijd, toch? Ja. Ja, nee. Het is lekker ventje om in je team te hebben. Hè. Soms deelt hij een keer een tikkie uit en prima spelen. Dus we zijn heel blij dat hij voor ons voetbalt. En ja, buitenveld is soms ook best wel een lieve jongen. Na zo'n eerste helft in de rust, na zo'n eerste helft als jullie de overhand hebben, gewoon beter zijn, alleen geen kansen creëren. Wat zeggen jullie dan in de rust tegen elkaar? Ja, dat we toch iets zorgvuldiger moeten zijn in die eindpaas, waardoor je toch tot de kans moet komen. En, dat komt wat beter. En, ja, ik denk dat we mogelijkheden hadden om tot een kans te komen. En, ja, dat deden we niet goed. Maar ja, nogmaals, ik moet de complimenten maken aan iedereen die in het veld stond vandaag. En ook die op de bank zat, de trainers, de staf ook. We hebben het gewoon uitstekend gedaan. Ze hebben het goed weggezet. De uitvoering klopte. En ja, nogmaals, volgens mij staat Utrecht 5e. En toch 5e. Ja. Dus, ja, nou, dat is gewoon prima als je dan een punt haalt en waar je merendeel van de wedstrijd de betere bent. Dus ja, we hebben weer een debutant erbij. Dus dat is ook hartstikke mooi. Hard werken wat beloond, zie je maar weer. En, ja, dat vind ik alleen maar mooi. In de tweede helft, toen hadden jullie ook gewoon de overhand en toen kwamen er wel de kansen. Ja, dat klopt. Kijk, dat je toch die eindpaas iets zorgvuldiger werd. Ik moet wel zeggen, het is ook lekker als je achterin staat en je hebt van die middenvelders voor je die elke bal in kan spelen. Dat is ook heerlijk. En open draaien, spel verleggen, ja, dan laat je ze lopen. En, ja, dat vind ik alleen maar mooi. En, ik zei het ook tegen de trainer. Ik zei, ik heb er best wel genoten in het veld soms als je achterin staat. En ja, dat is ook wel eens lekker. Weer Tom Verweert, die scoort wel de penalty. Ja, het lijkt wel op een mooi werfvoetballer. Het mooie werk komt eraan en Van Weert begint het gewoon. Ik zeg het maar. Nee, maar we weten gewoon dat Tom, als je Tom in stelling brengt, is hij dodelijk. En, Tom is gewoon een uitstekende spits. Heeft hij al heel veel seizoenen bewezen in de Eredivisie. En wij zijn hartstikke blij met hem. Het was ook een terechte strafschop, denk ik. Jawel, ja, ik weet niet. Dat was die Duitse dras weer. Nee, ik kon het niet zien, maar volgens mij tikte hij hem aan. Ja, hij tikte hem echt aan, ja. Ja, nou, dan is het terecht en heeft Jansen dat goed gezien. En Willem Jansen had eigenlijk bij die strafschop zijn 2e gele kaart moeten hebben. Hoe irritant hij bezig was daar. Ja, ik dacht, ga hem nog maar even weg. Maar, nou ja, klopt. Ja. Zo sportief ben je ook weer, hè? Ja, opzouten. Nee, maar ik... kijk, weet je, je veroorzaakt de penalty. Je probeert iemand uit zijn concentratie te halen. En, ja, ik begrijp dat best wel van hem, maar weet je, dat ben je niet nodig. En dan moet je een grote jongen zijn en moet je het accepteren. En gelukkig schiet Tom hem gewoon goed... begin al te stotteren. Begint Tom... wat zei je? Een zonnesteek, man. Godverdomme zeg. Nee, gelukkig schiet hij hem prima binnen. Eindstand 1-1 dan. Officieel veilig nu. Volgend seizoen gewoon weer lekker Eredivisie voetbal. Ja, daarvoor was ik ook hier naartoe gekomen voor Eredivisie voetbal. Maar het werd toch een ei. Maar ja, we zijn het ook tegen elkaar in de kleedkamer. Op het moment dat we moesten winnen, wonnen we eigenlijk. We hebben geen één keer op die plaatsen gestaan. En
Maar als je ziet hoe we de laatste weken voetballen, dan ben je subtop waardig. En ja, dan kunnen we best trots zijn dat we het weten om te keren naar een moeizaam begin. En, ja, wat strubbeling in het begin, systeemveranderingen. Ja, dus compliment aan iedereen, aan de trainers, de staf en de spelers, dat we dat gewoon goed omgedraaid hebben. En dat we nu toch heel aardig meedoen. Alleen wel een beetje jammer dat het zo laat in het seizoen komt, denk ik. Ja, eens. Maar er zijn nog een paar ploegen die zijn nog steeds bezig met dat harken van punten. En ja, weet je, dan is het toch wel lekker als het nu al komt. En, in plaats van, laat maar zeggen, eind april. Maar dan ben je te laat. Nog even.